Welkom in het gebied van de IJsselpoort, ofwel de IJsselbarrière zoals die vroeger genoemd werd. Wat zien we daar nog van terug? Het belangrijkste element, en dat is het brandspuithuisje uit 1622, wat van oorsprong een tol of een wachthuisje is. En dat zegt al genoeg over de functie van deze poort, al het transitoverkeer, al het verkeer over water en per paard en wagen kwam door deze poort, richting de Lopikerwaard kwam het door deze poort de stad binnen. In vroege tijd was dit het belangrijkste gebied van de stad. Hierdoor kwam je IJsselstein binnen en hier bevond zich tot 1852 een groot poortgebouw met een dubbele inrijpoort. De poort ging ook 's nachts op slot, dus de stad was letterlijk in de nacht een vesting. En als je de stad binnen wilde komen, moest je bij de poortwachter aankloppen en dan kon je bij uitzondering de stad binnenkomen. En dat heeft tot 1852 geduurd en zelfs tot in de 70 jaren van onze eeuw, of van de vorige eeuw, was het zo dat de autobussen uit Utrecht door deze smalle nieuwe poort de binnenstad in moesten richting Schoonhoven. Hier speelde zich in vroege tijd het economische leven af. Je ziet hier de brug over de rivier, de brug naar de stad toe vanuit de rivier, op de achtergrond het brandspuithuisje, oftewel het tolwachtershuisje, en heel belangrijk het poortgebouw, het poortwachtersgebouw, met daartussenin nog de restanten van de oude IJsselpoort. De beurtschippers die kwamen vanuit Montfoort of vanuit Utrecht, vanuit Amsterdam. Ze kwamen uit alle windstreken, kwamen hier samen om onder deze bolle brug de stad binnen te komen. En waarom was dit gebied dan zo belangrijk? De boog in de brug symboliseert letterlijk de toegang tot de Lopikerwaard. Alle beurtschippers kwamen van uit Utrecht of vanuit Montfoort, Rotterdam of Amsterdam. Alles kwam hier samen en om het achterland in te komen moest men altijd onder deze brug door, dwars door de stad heen, om in het Lopikse achterland te komen. Dus deze plek is heel belangrijk en letterlijk de toegang tot de Lopikerwaard. En het symbool daarvan is eigenlijk het poortwachtershuis, brandspuithuisje, oftewel het oude tolwachtershuis en de toegang zelf, de vernieuwde IJsselpoort na 1852. Heel belangrijk is natuurlijk dat we, om die oevers te verbinden, bruggen nodig hadden. En deze brug dateert van oorsprong uit 1907 en die bruggen zijn veel en veel ouder.